En we zijn weer terug, One Night Out met John LaForce na 1 jaar afwezigheid. Dus, tijd voor een feestje en een vreugdedansje mal 1000. En tijdens die break had ik natuurlijk beeldmateriaal van een hele prominente artiest hier in de regio. Hij bereidde zich toen voor om een gig te gaan doen in Duitsland op een party genaamd Ragnarok. En kort na ons interview kreeg hij de blijde boodschap dat hij mocht performen op een van de grootste festivals in Duitsland, Nature One. Jawel, op een hele raketbasis is dat niet zotjes. Nu echter is hij zich aan het voorbereiden voor een tour in Canada, gedurende een kleine 10 dagen. De artiest in kwestie beheeft zich in de obscure regionen van de techno, namelijk dark techno. En als ik deze noemer zeg, dan heb ik het zeker over Frank Nocera. De Dark Master Frank Nocera. En tussen u en mij, ik heb me laten vertellen van waar hij ook toekomt, dat de lampen zich automatisch doen dat hij zo donker is. Als Darth Vader dat zegt, dan zal het waarschijnlijk wel waar zijn. Hij is een eenvoud zelf en zoals wij zeggen in West-Vlaanderen, hij is koekenhoed. En hij is ook een beetje een suikerdonkel voor veel DJ's en producers hier in de regio. Altijd klaar om een hart onder de riem te steken, eventueel positieve feedback te geven over je werk, of zelfs als hij ergens toekomt, de party in gang steken. Mij rest u nog een zalig kerstfeest te wensen en een gelukkig nieuwjaar. Ik zie jullie terug in 2018, maar nu laat ik jullie met het interview van de Dark Meister Nocera. Aangekomen bij een van de prominente talenten hier in onze regio in verband met een ruwere stijl in de elektronische muziek, namelijk dark techno. Naast mij Nocera. Hoe is het, jong? Ja, goed. Met jou? Goed, zeer goed, jong. Vertel ons eens, dark techno, is dat iets zoals hard techno? Nee, dark techno is zwaar, maar het tempo is leger. Je bassen zijn leger. Je geluiden zijn leger en het een tandje duvelse achtergrond. Maar de meeste dark techno is gemaakt heb vanaf 124 bpm tot 128, 130, niet veel hoger. En daarom met dark techno, lijkt dat ik wel een man trager, maar wel zwaar. Ja. En hoe lang doe je dit al? Muziek maken. Op zijn eind doe ik het toch al 23, 24 jaar. 24 jaar. En de ingrediënten van dark techno zijn dus echt een goede zware kick? Een goede zware kick. Donkere geluiden. Relax spelen met je hi-hats. Niet altijd te melodieus. Hoewel vrij soms soundscapes. Soms ambient achtergrond. En dark techno, waar situeert zich dit voor het moment in België? Goh, dark techno in België, eigenlijk bijna nergens. Juist daarom dat ik bij jou gestopt ben, maar dit is relatief iets, ik kan niet zeggen nieuw, maar fris. Dat bestaat eigenlijk al. Bij mij weten hoe ik dark techno te houden, denk ik, kan bijna 10 jaar. Toch al 10 jaar? Ja, 10 jaar. Ik wil toch platen gekocht vroeger, die vrij recent de geluiden van nu de dagelijkse dag zijn. Heeft dat misschien iets te maken met de vroegere New Wave EBM of zo? Of ja, komt er daar ook dat, in? Dat zet toch wel de industrial kant. Zet al. De industriële kant zit er. Dat kraan soms en die lette distortions soms. Ja. Nocera. Hoeveel release is al in test? Ja. Een pakje? Remix Neko. In 2 jaar en half toch. 75 remix. 75 remix? Ja. En bijna allemaal uitgekomen. Released. Die een full album. Heb ik gedaan vorig jaar. Mijn tweeën is nu af. Is ook getekend. Daar mag ik niet meer over zeggen.
Ik heb nog released op Darker Sound, Klang Records en nog ja, een heel nog meer. Hier in de regio ben je een beetje een underdog, als ik zo mag zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is zo. Heb je een raad naar toekomstige producers die willen in dat segment, of zelfs in het algemeen? In het algemeen, het beste is niet direct feesten met de centjes. Gewoon bluffen deuren doen. Ik ben al zo lang bezig. En bluffen maar deuren doen, ik wil omdat ik het raad doe. Blijf de fun doen. Ja, van mij moet fun blijven. Veel mensen zien dan nu die zaak lekker in. Eigenlijk, ik persoonlijk denk, ik amuseer er mee nog in. Dan wel blij dat ik mag gaan spelen. Kan die klang van die jaar al weer al. Qua live sets heb ik er toch weer al 22 gedaan. Dat is niet slecht, hè? Dat is niet slecht. Allee, ik ben voor 90% te vroeg voor live. Je bent meer een live artiest dan een DJ. Ja, ja. DJ sets ga ik aanvaarden, maar zeer weinig. Dus mensen, kijk, ik zou zeggen, houden jullie van dark techno? Hebben jullie interesse in dit genre? Googelt hier eens Frank Noceda of artiest Noceda. Voeg hem toe op Facebook, zowel Darkroom als Noceda. En dat was Frank Noceda voor One Night Out met Jonah LaForge, Frank man. Thank you.